Ik ben Marianne Bastiane. Ik ben Edward Koldewijn. Procent van de onderneming in Nederland is een familiebedrijf. De geheimhouding en het gevoel dat je iets heel kwetsbaars blootgeeft. Wat voor plek heb ik eigenlijk in deze familie? Dus als we het over het emotioneel eigendom hebben, maar ook de verwachtingen die je er misschien al voelt als kind. Stel je eens voor, je hebt een familieverjaardag. Dat je het belang van het bedrijf niet erkent. Want eigenlijk is het geld is niet van jou. Op het moment dat je een stel krijgt of een gezin krijgt, zeg maar, waar een familiebedrijf bij zit, zeg maar dat je meer perspectief hebt, meer weet van de dynamiek en de context van zo'n gezin. Ja, het is ook niet maar zomaar een vader, hè. Het is eigenlijk de founding father van het bedrijf. En ik begrijp dat er een soort gespannen relatie is. Alleen wel alsof jij dat toch een beetje, dat Leo wel heel goed voor zichzelf zorgt. Ja, dat kun je stellen, ja. Dat jij me even mailt als Jan, hè, vader Jan mee wil komen. Dus eigenlijk heeft u het idee van, goh, dat Lena's verhouding met de zaak. Nou, eerlijk gevraagd, heb je twijfels bij mij? Capaciteiten en mijn vermogen om echt leiding te geven aan die zaak. Nou ja, voor je het weet zit je in een zaak in Frankrijk, Lena. Bij wijze van spreken ben ik 3 dagen op pad. Nou, ik denk, mag jij het huishouden doen?